Wij zijn een primaat onder de primaten, een aap onder de apen, een dier onder de dieren. Wij maken onderdeel uit van de natuur en zijn ook onderworpen aan de natuurwetten. Het enige verschil is dat wij een enorm grote invloed hebben op onze natuur, op onze omgeving. Wij zijn zo succesvol dat we eigenlijk eroverheen aan het gaan zijn. We zijn absoluut een super succesvolle soort. En dat heeft voor een heel groot deel te maken met onze hersenen. Dat die zo ver zijn ontwikkeld dat wij heel creatief kunnen zijn in onze omgeving. Aanpassen aan wat wij zelf willen, in plaats van onszelf aanpassen aan de omgeving. Wat bij de meeste andere diersoorten het geval is. Dieren passen hun omgeving ook aan hun noden. Maar wij doen dat in extreme mate, omdat we het ook veel beter kunnen. Er zijn mensen die zeggen dat wij in een human zoo leven. En we staan volledig los van alles wat er buiten is. Net zoals onze dieren hier in de zoo losstaan van de natuur daarbuiten. Wij kunnen onze omgeving zodanig aanpassen dat wij op de korte termijn krijgen wat wij willen. Op de korte termijn. Maar op de lange termijn, wat voor effecten dat heeft, dat zien wij niet. Als bioloog bestudeer je de natuur. En een integraal onderdeel van je biologieopleiding is de evolutietheorie. Evolution, what's evolution? Met de evolutietheorie kun je de natuur verklaren. Scientists have proven that all living things originated in a process of evolution. Dus de basis van evolutie is eigenlijk kleine verschillen binnen een populatie die een voordeel kunnen geven als er veranderingen optreden. En dat is wat we noemen adaptief vermogen, aanpassingsvermogen. Dus als de omgeving verandert, als het klimaat verandert bijvoorbeeld, en er zijn dieren die zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan de verandering van het klimaat, dan zullen dat de dieren zijn die overleven. De dieren die zich niet kunnen aanpassen, die zullen niet overleven. Dus dat kenmerk dat verspreidt zich in de populatie dieren of binnen een populatie planten die een voordeel kunnen geven. Dus als we over evolutietheorie praten, dan praten we over de lange termijn. Want dat is een proces dat heel langzaam gaat natuurlijk. Seksuele selectie is een vorm van natuurlijke selectie waarbij er specifiek door vrouwen geselecteerd wordt op een bepaald kenmerk. Een uiterlijk kenmerk is dat meestal. Een belangrijk concept in dat hele verhaal rond seksuele selectie is dat het uit de hand kan lopen. Nu, het hele idee van bijvoorbeeld extreme kenmerken die vogels hebben, dat noemen we in de evolutiebiologie het handicap principle. En het handicap principle houdt eigenlijk in dat als je een ontzettend lange staart hebt, dan is dat een nadeel, dat is een handicap. Want dat is moeilijk tussen de takken manoeuvreren. En als je als man met die lange staart kunt laten zien aan de vrouwen dat je toch kunt overleven, ondanks die lange staart, dan is dat aantrekkelijk voor een vrouw. Want dat laat zien dat die man een sterke man is. Datzelfde geldt ook voor een heel groot gewei. Voor vrouwen is dat aantrekkelijk, want een man met een groot gewei is enerzijds, kan die laten zien dat hij om kan gaan met zo'n extreem groot gewei. Maar dat biedt hem in gevechten ook voordelen. Dus wat je ziet is dat seksuele selectie als het ware ervoor zorgt dat die kenmerken extreem en extremer en extremer kunnen worden. En dat kan zo ver gaan dat het echt een handicap wordt, dat dat kenmerk zo extreem wordt dat het geen voordelen meer oplevert, maar alleen nadelen. Er komt een kantelpunt waarop de nadelen gaan overheersen ten opzichte van de voordelen. Als je definitie van de slimste mensaap zou zijn, degene die uiteindelijk gaat overblijven, denk ik dat wij allemaal niet slim zijn. Wij zijn als mens niet slim bezig, omdat we niet op de lange termijn kijken. Als wij niet met slimme oplossingen komen, dan is het einde verhaal. Ja, sorry, het is afgelopen. Ja, we gaan een potje huilen. Laten we dat gewoon maar doen. Ik begeef me nu buiten mijn expertiseveld, hè, maar zoals ik het zie is de wijze waarop wij onze economieën hebben ingericht, die is erop gericht om te groeien. Altijd groeien, groeien, groeien. Als we daaraan blijven vasthouden, dan kan het niet anders dan dat het misgaat. Altijd maar meer en meer en meer en meer. Het is echt zoals bij dat gewei.
Er is een grens aan wat nog mogelijk is. De economie kan niet altijd blijven groeien. Tenzij je een oplossing vindt voor de problemen die het oplevert. Dus op het moment dat de nadelen van die economische groei te groot worden, dan gaat dat kantelen. Levensecht. Dit noemen ze een diorama. Meneer, vertel eens de geschiedenis van onze vroegste voorvaderen. We hebben nog altijd het brein van de jager verzamelaar. In evolutionaire tijd gezien zijn wij nog altijd dezelfde mens die wij 4, 5, 6, 7000 jaar geleden waren. Of nog langer geleden. Wij gaan ons voedsel verzamelen voor vandaag en morgen. En op de middellange termijn. We moeten zorgen dat we de winter doorkomen. En verder dan dat hoef je eigenlijk niet te kijken. En ons brein werkt nog altijd zo. Ons brein is vooral ingericht op de korte en de middellange termijn en niet op de lange termijn. We hebben de capaciteit wel, de mentale capaciteit als mens. Dus we kunnen dat wel, maar dat is moeilijk. Daarom is het ook zo ontzettend moeilijk om in deze hele COVID-crisis van mensen om te begrijpen hoe snel dat het gaat. Die exponentiële groei in het aantal besmettingen. Dat is te groot voor ons brein om dat te beseffen. Wat een kleine actie voor gevolg kan hebben op de langere termijn. En dat is ook zo met klimaat. We kunnen dat niet zien, we kunnen dat niet voelen. Ja, kleine stapjes. We kunnen zien dat de afgelopen jaren dat er dingen aan het veranderen zijn. Maar de grotere geologische schaal, evolutionaire schaal, zien we niet wat er aan het gebeuren is. En vooral ook niet hoe snel dat het gaat. We zijn maar zo'n klein stukje van elkaar verwijderd. Maar toch is er zo'n enorm verschil. Alle dieren veranderen hun omgeving op zo'n manier dat zij daar wel bij varen, dat zij daar voordelen uit krijgen. Dat wordt pas een probleem als dat op zodanige manier gebeurt dat de omgeving zodanig veranderd wordt dat zij daar zelf niet meer kunnen leven. En dat komt heel weinig voor. Voor de meeste diersoorten geldt dat zij in evenwicht leven met hun omgeving.